In Bergendal staat een uniek gebouw te koop, namelijk de watertoren van het dorp. Het historische gebouw aan de Watertorenweg heeft geen functie meer en dus was het tijd voor verkoop. Echter is hij niet zomaar te bemachtigen. De Watertoren is gebouwd in 1929 en is mooi omringd door bos. Omdat er naast de toren grote waterpompen zijn geplaatst die voor voldoende waterdruk zorgen in Bergendal, is het gebouw overbodig geworden. Het waterleidingbedrijf Vitens is de eigenaar en stelde de toren vorig jaar buiten werking. Toen bekend werd dat het gebouw te koop stond, zorgde dat voor veel belangstelling bij makelaar Bjorn Zijlstra. Er is zeker veel belangstelling. Sinds dat we bezig zijn met de start van de verkoop, zijn we door meerdere partijen benaderd. En we zijn inmiddels zover dat we op Funda staan en dat ook de bezichtigingen worden ingepland. Dus er is veel belangstelling. Nou ja, het is een uniek project, hè. Veel mensen vinden het toch interessant om dit te transformeren. Het is een mooie plek, gelegen op een mooie grote kavel en nou goed, aan de bosrand. De Watertoren is niet zomaar te bemachtigen. Mensen die het gebouw willen kopen moeten namelijk een goed idee voor de toren hebben. Dat is zelfs belangrijker dan de prijs. Mensen dienen een biedingsformulier bij ons in te leveren, maar daarin een omschrijving van het plan wat ze voor ogen hebben met de Watertoren. We vinden het plan nog belangrijker dan de bieding zelf. Want we willen gewoon weten wat voor plannen zijn er, wat willen ze met de Watertoren doen, wat doet dat met de omgeving. Dus dat vindt de verkoper Vitens heel belangrijk. Goed, dat kan wonen zijn, dat kan B&B zijn, dat kan een stukje bedrijvigheid zijn. Dus dat kan van alles zijn, alleen er moet wel goed over worden nagedacht. We willen wel goed echt weten van oké, hoe worden bepaalde dingen aangevlogen? Hè? Er moeten misschien wat raampartijen worden aangebracht. Hoe kijkt men naar parkeerdruk? Dus we zullen goed kijken naar de plannen die worden ingediend. Voor de verkoop van deze unieke kans kunnen mensen gaan bieden wat ze willen. Een vraagprijs is er namelijk niet. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat weten wij ook zelf niet. We hebben geen vraagprijs. Dus de mensen die komen kijken en die interesse hebben, die kunnen een bieding doen. En afhankelijk van wat zij het waard vinden, ja, zullen wij verrast zijn door de reacties, denk ik. Dat kan symbolisch een euro zijn, maar dat kan ook enkele tonnen zijn. We weten het niet.